paddekes, het is eindelijk weer weekend. En dat betekent dus dat Marie en ik onszelf weer eens lekker gaan verwennen. Ja, samen tv kijken, ondertussen iets lekkers eten. En ik mocht vandaag kiezen, dus ik heb tegen Marie gezegd, oeh Marie, ik heb kei wel zin in zo'n chocoladereep met kokos erin. Ken je dat? Dat is kei lekker. Marie, die zei gewoon, hey Joyce, komt helemaal voor de bakker. Voor jou doe ik dat, want jij bent de liefste. Dat zei ze, letterlijk. Ja. Dus ik denk dat ze dus nu naar de winkel is voor die chocolade. Ja, ik ben er. Ik ben er. Hallo, lieve Joyce. Lieve Marie. Alsjeblieft. Ja. Zo. Ja, maar... Voilà. Ja, maar Marie... Ja. Ja, ik had toch gezegd dat ik zo zin had in een chocoladereep met kokos erin. En je hebt gewoon chocomelk. Nee, niet gewoon chocomelk. Dit is... coconut chocola. En dat smaakt zoals zo'n chocoladereep, maar dan in de vorm van warme chocomelk. En het is echt veel, veel, veel gezonder. Proef maar. Dus er zit ook eigenlijk kokos in. Ja, dan. Ja. Ja, lekker. Maar het is kei lekker. Ja. Dat is echt exact hetzelfde. Ja. Hoe heb je dat gemaakt? Wel, ik heb kokosmelk genomen. En daar heb ik een beetje cacaopoeder in gedaan. En nog een beetje honing. En dan opgewarmd. En tada. En als je dat nu even wil nalezen, dan kan je naar onze website gaan, studio100tv.com. Zalig. Goed, hè? Bangelijk. Ja. De coconut chocolade, ik denk dat nog niet kennen. We moeten echt dat proberen, echt heel lekker. Ching. Allee, bon. En dan nu tv kijken. Ja.